Hele goede morgen allemaal. Dit wordt de allereerste stream die ik doe van een spel op de Nintendo Switch. Dus anders dan het gaat anders dan hoe het normaal gaat. Normaal doen we het via de console gewoon een stream doen. Alleen dat gaat bij de Switch niet. Dus dan moet je een camera neerzetten met een standaard en dan hopen dat het goed komt. Ik heb de Switch al eigenlijk al een paar maanden nu. Het bevalt me heel goed. Dit spel is al heel lang uit. Tenminste, deze deel niet, maar dit spel, Animal Crossing zelf, bestaat al best wel lang. Deze deel was uitgekomen in maart en dit is de eerste deel die ik speel. Ik heb ooit wel een keer op de GameCube heel eventjes Animal Crossing gespeeld. Ja, dat heb ik niet lang volgehouden. Het is wel een leuk spel, een verslavend spel. Het heeft me nooit echt, toen nooit getrokken en nu ben ik eraan verslaafd. Dus geniet van de allereerste Nintendo Switch stream, Animal Crossings. En hopelijk gaat het filmen en hopelijk gaat het filmen gewoon goed en we gaan zien wat de kwaliteit en zo. Hoe dat uitpakt. Zoals elke morgen begin je eigenlijk met een nieuwe announcement, aankondiging of nieuws van de dag en dat doet Isabelle. Ze heeft dus niks te vertellen. Als je laat, dan moet je camera ook weer bijstellen. Ik zal wel niet veel krijgen van hun, want ik had niet veel achtergelaten. Thank you. Winnie, mijn vriendin niet. Maar je moet niet in een auto lezen, maar je moet juist rijden. Nou ja, oké. Okay. Jee! Prijs. Dat zijn dingen die ik had besteld. Ik zal het niet te lang houden, want ik weet niet via de console. Oh, ik moet dat mijn fruit al vandaan doen. Via de console zelf neemt het geen ruimte in beslag natuurlijk, maar dit is een ander verhaal. Ik wil eigenlijk even snel rondleiding geven, maar. Ik zie hier een fossiel liggen. Eerst eventjes gaan pakken. Ik zal eerst een beetje. Mijn eiland heeft 5 sterren beoordeling eindelijk. Terwijl ik vind dat hij niet zo super mooi is, maar Isabel die mag mij waarschijnlijk. Fossielen zijn voor het museum die ik moet verzamelen en ik hoef dit niet al te veel meer. Ik moet eigenlijk even dat flesje vinden. Nou, die is er niet hier in deze, tenminste niet aan deze kant. Ah, kijk, dit is mooi. Deze zak. Oké. Okay. Dan gaan we een geldboompje maken.
Ja, dan krijg ik over 3 dagen krijg ik mooie winst hieruit. Dus. Ik doe, normaal doe ik 10.000, maar nu 11.000 om mijn dagen een beetje te gaan ontdekken wanneer. Want je kan elke keer 10.000 doen, zeg maar. Dus dan krijg je een boom en dan krijg je 3 zakken van 10.000 terug. Als je die laat groeien. Maar je hebt ook bepaalde dagen, daar kan je meer erin doen. En die dagen ben ik nu aan het uitzoeken, zodat ik meer geld kan binnenhalen. Ik wil het niet te lang houden. Ik laat wel een beetje wat zien. We gaan even naar boven toe, naar Noekshoek. Dat is een winkeltje die ik heb. Ik moet vandaag alle fruit, bomen en eventjes doen. De winkel is hier, Noekshoek. Ik ben nu eventjes zoeken naar fossielen. En ondertussen laat ik een beetje het eiland zien. Okay. Stenen moet ik ook nog hakken. Eigenlijk alles nog vandaag doen. Dit is een soort van lokaal, buitenlokaal-achtig iets. Waar ze alles over mens, natuur, dieren en zo leren. Tenminste, dat is het idee hierachter. Dan gaan we eventjes naar de overkant. Allemaal zakpijlen uit. Nou, hierboven wou ik mijn huis verplaatsen. Alleen nu heb ik hier een soort van buitenfitness hoekje gezet. Oh, ik heb die tuinkamer trouwens. Maar daar wou ik hem niet hebben. Even hier staan. En hier wel een voetbalveldje. Ik wou die belijningen doen, zeg maar. Ze hebben van die, je kan ook lijnen trekken. Alleen dat was zo moeilijk en die lijnen sluiten niet aan elkaar. En... Dus ik moet dat een keer uitzoeken, hoe of wat. En ja, eigenlijk kom ik sowieso, dit is te klein natuurlijk, dus. Maar ja, dan moet ik nog even verzinnen hoe of wat verder hier. Kijken we ook gelijk even of we een opdracht kunnen krijgen. Nou, deze heb geen opdracht. Nou, dit is een beetje de kermis slash speelheuvel. Ben ik ook nog niet klaar. Maar het begin is er. Hier de kledingwinkel moet ik ook nog even naartoe straks. Maar dat... zal wel niet in de stream gaan gebeuren, denk ik. Nou, dit zijn allemaal geldbomen. Daar ben ik bezig met die dagen. Deze is donderdag, vrijdag, zaterdag. En dan vandaag komt hier, waar deze geldboom staat, de boom van vandaag, zondag. Maar deze moet nog geplukt worden.
Even een snelle rondleiding is het hoor. Want ik weet niet hoeveel minuten ik kan filmen. Hey, kunnen we weer knollen kopen? Kom ik straks even terug. Ik kom hier zo even terug opzoeken. Deze knollen kun je dus verzamelen en de rest van de week. Je moet ze wel binnen een week zien te verkopen, maar dan kun je ze kopen en dan met winst doorverkopen. Alleen het ligt in, ja, je moet even kijken hoeveel winst kun je eruit halen. Soms maak je zelfs verlies. Heb ik nog niet meegemaakt, maar... Waar is die? Andere fossiel. Hier is het flesje. Even kijken, want ik heb twee fossielen. Ik moet er nog twee hebben. Oh, de grootste kans had ik nog niet. Oké. Nou, dan kan ik dat dus maken. Mooi, die is vol. Deze nieuw, oké. Even denken. Ik moet nog twee fossielen hebben. Die moeten ergens liggen, hè? Alleen is de vraag, waar liggen ze? Hier ligt er eentje. Ik moet zeggen, normaal heb ik ze sneller gevonden. Oh, blondetje. Maar hij hangt daarboven, dus ik wacht eventjes. Waar is die, waar is die? Misschien over mijn hoofd gezien. Dan heb ik eigenlijk mijn 11.000 alweer terug. Maar waar is die andere fossiel? Waarschijnlijk mis ik gewoon iets over het hoofd wat ik heb net gemist. Maar hier ligt gewoon niets. What the frick?
Oh, ik zie hem al. Links zit, staat goed verstopt. Dat ik die net niet zag, joh. Deze fossielen moet ik dan bij het museum laten analyseren en dan, als ik ze nog niet heb ingeleverd, dan ben je dicht. Oh. als ik ze nog niet al een keer heb ingeleverd, dan kan ik dat doen en heeft hij ze al, dan kan ik ze, verkoop ik ze gewoon. Normaal stop ik hem ook gelijk in de grond, alleen nu ga ik wachten. Dan kom ik deze later doen. Ik ga eerst even een hoek. En daarna die fossielen inleveren bij Bladders Museum en dan stoppen we de stream. Als we dat allemaal gaan rennen. Wat is die heb ik volgens mij nog niet. En als we het redden, nog even mijn noek zoek naar binnen. Oh, we hebben ook nog een Stempo Race. Maar ik weet niet of ik die laat zien trouwens, Stempo Race. Dat is leuk, want het is Museum Weekdag. Zo'n paar dagen konden we een stempelrace doen en dan kun je prijzen winnen. Nou, vandaag hebben ze geen leuke items. Nee. Alleen deze koop ik. Nou, het probleem was. Het valt tegen helaas. Ja, misschien als we snel zijn kunnen we die stappenrace laten zien. Dit is het museum. Je moet al die dieren en skeletten en dat soort dingen allemaal zelf verzamelen voor het museum. Nou, weer een stempel race. Ik heb al best wel veel prijzen. 6, 7 of zo? Ik weet niet meer, zoiets. 6 denk ik. Dit wordt 7 trouwens. Nou, dan gaan we kijken of we nieuwe fossielen hebben gevonden.
Het wordt steeds lastiger omdat ik al best wel veel heb gevonden. Nee. Ja, altijd voor de zekerheid kijk ik, maar nee. Ja. Ik zoek er nog een romp voor een dinosaurus. Tyrannosaurus. Ik wil in het museum wel compleet, alleen ik wil hem ook buiten hebben. Ik ben iets van plan. Hier zitten alle insecten, maar dat zien jullie wel. Nou, deze automaat zoek ik. Nou, deze heb ik compleet. En dan moet ik 3 afdelings afgaan. De rest laat ik misschien een andere keer even zien. Want het is natuurlijk veel meer dan dit. Maar ik zit aan de tijd. Zo. Moet ik alleen nog de fossielen en de vissen doen? Ik ga alleen snel de fossielen doen en dan is het klaar. Jammer dat ik een beetje tegenreflex heb. Bijna uitgezocht staat hier. Dat zijn alle fossielen die je dan moet zoeken, stukje per stukje. Nou, en dan moet ik alleen nog, wat zullen we, ja, ga nog een keer de vis. Die even snel laten zien. Jammer dat ze niet via de Switch zelf kan streamen. Zonder, zeg maar, ja, het kan wel, maar het is een hoop gedoe.
Zo, dan hebben we dat vandaag ook gedaan. Zo, dan hebben we nu voor gezien, nou, we zijn bijna een half uur aan het filmen, dus kort en krachtig, maar ik kan helaas niet alles zien, want ik weet niet tot hoever en hoe lang deze blijft filmen, zeg maar. Maar in ieder geval bedankt voor het kijken, misschien ook in de toekomst vaker Nintendo Switch streams ga doen, omdat dat de laatste tijd toch is wat ik meer aan het spelen ben op de Switch. Diverse games trouwens hoor, niet alleen Animal Crossing, ook Zelda en Mario, Pokémon en dat soort games. In ieder geval bedankt voor het kijken, ik ga verder met, ik heb nog genoeg te doen hierop. En ja, misschien volgende keer een andere Nintendo Switch stream. In ieder geval een hele fijne dag verder en bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Adios. Toledoki. Au revoir. Ciao. Arrivederci. Doei doei.